Iedereen kent het wel. Ondergrondse afvalcontainers die klemmen of omringd zijn door vuilniszakken. Het is een grote ergernis en daarom kwam de Leidse afdeling van GroenLinks eind vorig jaar met een idee. Met de motie Leidse afvalsleutels kunnen inwoners een sleutel krijgen van de afvalcontainer, waarbij ze dus als de klep vastzit, dat snel kunnen verhelpen. Het initiatief staat nog in zijn kinderschoenen. Toch is het niet onopgemerkt gebleven. Remco Stolwijk heeft de eerste afvalsleutel op zak. Hij is secretaris van de Vereniging van Eigenaren van zijn flat. Via de VVE zijn er eigenlijk gelijk 64 huishoudens die bij mij aan kunnen kloppen. Ze hebben allemaal mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer, dus dan is er snel contact. Het is eigenlijk heel simpel. Ik krijg een mailtje dat die geblokkeerd is. Nou, dan loop ik even naar beneden. Ik maak hem vanaf de zijkant open en binnen no time heb je hem weer gewoon werkend. Toen ik de sleutel in ontvangst nam, toen kwam een meneer van de gemeente en die legde mij alles uit. Ik kreeg er ook een afvalgrijper en dus een bezem bij en twee werkhandschoenen. En hij liet me ook zien hoe het werkte. Allereerst kan je met het sleuteltje eenvoudig het deurtje openmaken. Daarbij moet je wel opletten dat je dat rustig doet en ook met sluiten. Want hier zit dan de sensor die kijkt of die geleegd is. En als je het deurtje heel hard dichtgooit, dan zit de container misschien voor 3/4 vol en dan wordt hij niet geleegd. Omdat de sensor denkt dat die leeg is. Ja, en als die geblokkeerd is, dan kan je met deze hendel eigenlijk het blokkeermechanisme opheffen. En dan kan je hem zo ronddraaien. En eventueel afval wat erin zit, kan je dan vanaf hieronder eruit trekken. Nou, de gemeente krijgt ongeveer iets meer dan 700 meldingen per maand van inwoners die zeggen problemen te hebben met hun afvalcontainers. Dat kan zijn dat de klep klemt of dat er wordt bijgeplaatst, dus dat er afval in de omgeving ligt. Mensen kunnen natuurlijk ook inderdaad gewoon de meldingen blijven doen en dan zal de gemeente daar zo snel mogelijk op acteren. Maar ik denk dat we wel dat het sneller kan en zo kunnen we elkaar gewoon versterken en met elkaar dus de stad schoon houden. Waar het voorheen soms wel een paar dagen duurde voordat de gemeente tijd had om het probleem op te lossen en dat eigenlijk al het afval eromheen ophoopte, is het nu binnen een dag gewoon gelijk opgelost. En als je het zelf doet, dan hoef je er niet elke dag naar te kijken dat de gemeente nog niet langs is geweest. Ik heb zelf nog geen sleutel op zak, maar ik ben het natuurlijk wel van plan. Want ook zeker in mijn omgeving, ik woon in de binnenstad, daar zijn helaas toch veel bijplaatsingen. En op die manier hoop ik ook mijn steentje bij te dragen.